Heel slim. Bijzonder slim. Maar één vraagje, Kwezel. Waarom verzint u van dit soort spelletjes? Dat lijkt me duidelijk. Maar spelletjes zijn toch leuk? Daarom verzin ik hele nare spelletjes. Hele nare spelletjes waar alles kapot in. Nee. En vindt u? Om de waarheid te zeggen, ik heb een hele grote hekel aan kinderen. Altijd al gehad. U dan niet? Nee, ik mis ze. Er is iets met ze. Ik moet uitzoeken wat. Ja, dat is waar. Meester Kams, let op mijn woorden. Ze spijbelen. Ja, dat is waar. Oh, je kop. Sorry. Maar je verliest loop. Bent u misschien van ijzerdraad? Pardon? Maar die juffrouw is niet kwaad, want ze is van ijzerdraad. Wilt u deze twee draadjes vasthouden? Is dat wel veilig dan? Geen idee, maar doet u er maar even. Geen denken aan. Hou vast. Nou, als u het zo zegt. Ik ook? Ja. Oh. Och, wat hou ik toch van stevige mannen. Wat dat nu? Ja, wat moet ik doen? Oké, je zoekt maar.
Oh god. Kapotgeschoten straten, zonder vader, zonder land. Loop je hulpeloos verlaten aan je moeders warme hand. Als een schaap tussen de wolven, de stemming onbekend. En niemand ziet hoe klein je bent. Niemand ziet hoe klein je bent. Morgen zal het vrede zijn. Zal de zon je spelen. Zal de wereld weer een speeltuin zijn. En kun je rusten. Spelen. Ik ben hier namelijk op visite. Visite? Dat ken ik helemaal niet. Wat is dat? Dat doe ik altijd bij mijn oma. Het is heel gezellig met een kopje thee en gebak erbij. Gebak? Wat is dat? Gebak? Klinkt heel erg smerig. Ja. Nee, dat is zoet. Zoet zijn is toch wat vrede? Nee, vreten. Dat is... Hoor jij wat ik hoor, Roy? Dat zijn vredestichters. Ze hebben het eindelijk door. Maar deze leeft is gevaarlijk, Roy. Ja, want als hier vrede komt, dan zijn wij niet meer nodig. Ik neem ze, krijgen ze vangen. Anders ik. Nee. Jongens, niet vechten. Jullie lijken wel zelf kinderen. Ik weet het goed gemaakt. De ene week zijn we jullie krijgsgevangenen en de andere week zijn we jullie krijgsgevangenen. Dat klinkt als een goede oplossing. Maar wij willen geen goede oplossing. Wij willen... oorlog! Hier, stop. Ik moet het schoon erop, denk ik. Mooi zo. En niemand weet hoe je dit moet oplossen. Meneer, kan ik u helpen? Oplossen. Een kapotte stoel, een gebarsten lijn, zegt u het maar. Hallo, ben ik soms zichtbaar? Nou, laat me maar. U bent los! Oh moeder, u bent super wezenkamp. En nu ga ik iets doen waar u de komende uur uw mond wel moet houden. En dat is? Zeg het maar tegen mij. Ja, daar komt het van als je handen vast zit. En dan krijg je dit. Kom, we gaan de kinderen zoeken. Bob, wat doe jij nou hier? Ja, ik zei toch dat het douche zou werken? Yes! Wat? Nou, eerst was ik onzichtbaar. En toen me niet. En toen kwam ik hier. Kom, we moeten de kinderen zoeken. Is Nadine er ook bij? Ja. Thank you.
dezelfde. Rode? Rode? Blauwe? Man, kom in mijn armen. Wij hebben, jij niet, Peter, daar kan ik echt niet tegen. En wij hebben geen elektronica nodig om een feest te kunnen maken. Het kan overal altijd feest zijn, dat kan hier en dat kan daar. Het kan overal altijd feest zijn, want dat vier je met elkaar. Haal de slingers, haal ballonnen en al heb je die dan niet. Het blijft tijd om feest te vieren, zo verjaag je het verdriet. Je voelt iets lood, wilt u even met mij? Maar meester kan toch niet bij de kinderen bij zijn? Ja. Doe het maar heel even. Ik krijg er een kleur van. Daar merk je toch niks van, want u bent toch kleurblind. Ik ben helemaal niet kleurig. Oh, ik begrijp het. Maar meester Kamps, ik dacht dat we wel belangrijkere dingen in ons hoofd hadden. Juf, nee. Och, als u het zo zegt, och, wat hou ik toch.